De laatste Gouden Fete van dit jaar gaat voor het eerst naar PSV. En Luc de Jong is de gelukkige winnaar. Maar hij is op vakantie, hij kan hem niet in ontvangst nemen. Naast mij technisch directeur Marcel Brands. Ja. U kunt hem namens Luc in ontvangst nemen. Ja, doe ik graag voor hem. Bij deze alvast. Dankjewel. Ik ga u feliciteren met deze prijs, ook met het kampioenschap natuurlijk. Dankjewel. Het zijn hectische dagen geweest voor u, hè? Ja, wel leuk hectisch. Dus dan is het makkelijk te volbrengen. Kampioensreceptie nu vandaag. En we hadden inderdaad met name de internationals een paar dagen vrijgegeven. Zo'n jongen als Luc de Jong op die leeftijd terughalen naar de Eredivisie, hoe moeilijk is dat? Ja, dat is niet eenvoudig. Ik heb het ook het jaar daarvoor geprobeerd. Ja, waar wij denk ik goed gedaan hebben, is hem enthousiast gemaakt. Niet alleen voor PSV, maar ook de manier waarop we werken, hoe we hem zagen. Als een echte nummer 9, wat hij ook graag wil zijn. Speelde hij bij Newcastle niet? Nee, precies. Andere clubs gebruikten hem toch wat anders. Nou, ik denk als je hem in zijn kracht gebruikt, ja, dan heb je een fantastische speler. Je kunt dan ook vast wel vertellen, als u Luc de Jong zo goed kent en zijn karakter, waar deze jongen terecht komt. Ja, Luc krijgt nog een mooie toekomst sowieso, want het is gewoon een bijzonder mens. Ook als je ziet bij het feest, dan staat hij ook voorop om die hele ploeg gang te maken. Ik hoop dat hij hier nog een paar jaar speelt, want wij zijn ontzettend blij met hem. Hoeveel lijntjes van dat soort lijntjes van Ginkel kwam natuurlijk ook, staan er op een willekeurig moment uit bij PSV? Spelers waar u al langer in investeert? Ja, ik hou op zich vaak contact met bepaalde spelers, omdat... En het hoeft niet altijd per se. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een heel goed contact met Ibi Afellay. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat hij dan weer voor PSV komt spelen. Dat zou wel mooi zijn ook. Tuurlijk, het is een geweldige speler. Maar soms leidt het ook tot hele andere dingen.